Zeeland blijft ook volgend jaar de provincie met de laagste werkloosheid van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ING Economisch Bureau. Het deel van de beroepsbevolking zonder baan stijgt van 3,6% dit jaar naar 4,3%. Maar daarmee blijft de werkloosheid nog steeds ruim onder het landelijk gemiddelde van 6,3%. De hoogste werkloosheid doet zich in 2012 voor in Groningen met 9,2%. Shamara Fati heeft een passie voor koken. De 21-jarige Vlissingse verscheen al in het net 5-programma Masterchef en liep stage bij toprestaurants als Ivy in Rotterdam en de Libraïe in Zwolle. Onder de naam Chevou stapt ze nu in private dining, koken bij mensen thuis. Het is eigenlijk een concept dat in de Randstad al wel best groot is. En in Zeeland is het er nog niet echt. En ja, ik wil de mensen hier dat ook graag geven. Dus mensen kunnen mij inhuren om een dinertje te laten verzorgen. Vanaf de boodschappen tot de keuken opruimen 's avonds. Dus eigenlijk alles waar mensen altijd over zeuren. Van ja, ik zat niet bij mijn gasten tijdens het eten. Ik heb geen zin om boodschappen te doen. Wat moet ik de mensen nou voorschotelen? Dat kom ik doen. De politie heeft vanochtend op de Oude Vlissingseweg in Middelburg een lichtcontrole gehouden. Daarbij zijn een kleine 20 bekeuringen uitgedeeld. De komende tijd controleert de politie op verschillende plekken in de provincie. Wie zonder licht fietst, krijgt een boete van €46. En dan nu Zeeland in de media. De ex-directeur van Greenpeace, Paul Gilding, is nu actief als spreker en warmpleitbezorger voor groene en duurzame energie. In het AD stelt Gilding dat radicale acties soms nodig zijn om iets te bereiken. In Nederland kennen we vooral de acties van Greenpeace rondom de Borselse kerncentrale. Dagblad Trouw meldt dat Zeeuws PvdA-bestuurslid Henk Soepenberg overweegt uit de partij te stappen. Soepenberg zou zich niet kunnen vinden in de partijstandpunten over ritueel slachten en weigerambtenaren. Op de website van Omroep Zeeland is te lezen dat gisteravond na een inval in een woning in Vlissingen een persoon is aangehouden. De arrestatie zou verband houden met het politieonderzoek naar het Kapelse bedrijf HWS.